Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Vereniging van Banken. De winnaars zijn zojuist bekendgemaakt. Chris Buijen van de Nederlandse Vereniging van Banken naast mij. Ook bestuurslid van de stichting. Was het verrassend of weet je dan van tevoren al wie er in de verschillende categorieën gaat winnen? Want het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle prijzen. Ja, het bestuur besluit uiteindelijk over wie er gaat op voordracht van de commissies, de juries. Maar de beslissing ligt in het bestuur. Dus het is natuurlijk hartstikke moeilijk om... Het is niet te vergelijken eigenlijk, hè? ...op elkaar te houden al die tijd. Nee, dat is waar. Weet u het lang van tevoren? Een stukje van tevoren. Ja, oké. Maar dan krijg je, wat we nu met grootbedrijven net zagen, Zeelandia, Vopak, Philips. Totaal verschillende bedrijven. Hoe vergelijk je zoiets met elkaar? Ja, dat is moeilijk. Maar aan de andere kant, het zijn ook het feit dat je de drie genomineerden aan het eind bent van elke categorie. Dat zegt al heel wat. Dat is al de onderscheiding. Want er waren, ter straks gezegd, meer nominaties dan ooit tevoren. En daar is door hard werken de regionale selectiecommissies, de nationale selectiecommissie, is daar een advies uitgekomen. En je weet in elk geval zeker dat de bedrijven die bij die top 3 in elke categorie zitten, dat zijn gewoon durf, daadkracht, duurzaamheid, toppers. Nee, dat is waar. Ik heb eerlijk gezegd ook maar, spreek me tegen als het niet waar is, gezien de afgelopen jaren dat de bankaire wereld op een andere manier positief is gaan kijken naar ondernemerschap. Klopt dat of zit dat in mijn hoofd? Nou, ik denk als je teruggaat in de geschiedenis van 400 jaar Vopak of 150 jaar Philips of andere bedrijven die al 75 jaar bestaan zoals Verhoef. Dat je zult zien, vorig jaar had je Kotig, familiebedrijf ook, zoveel tweede generatie, dat die altijd hebben samengewerkt, ook met allerlei financiers onder banken. En dat als je de geschiedenis leest, een prachtige reeks over ondernemerschap in Nederland, in elke provincie, daar zie je ook relaties tussen financiers en bedrijven. Dus ik denk dat banken van oudsher, was een belangrijke functie van banken, om niet alleen om te investeren en mogelijk te maken dat mensen ondernemen, dat te financieren, dat ze dat altijd gedaan hebben. Maar wat je ziet, en dat is ook deze weken komt dat weer naar voren, dat je banken volop betrokken ziet in het samenwerken, bijvoorbeeld hier in de Brainport, met andere gevestigde bedrijven en nieuwe bedrijven, de universiteit, om start-ups, ecosystemen te ondersteunen, te bevorderen. En laat wel wezen, banken zijn fintech en er zijn heel veel fintech ombanken. Dat is hartstikke hot. En daar zie je allerlei verbindingen tussen de banken en nieuwe bedrijven. En bovendien is er inmiddels een heel palet eigenlijk, hè, aan financieringsinstrumenten. Ja, niet alleen banken. We zien steeds meer ook andere partijen. Eigenlijk altijd al, want er waren mensen die zelf geld in zaken stopten. Families die hun eigen geld erin stopten. Maar dat zie je ook nog steeds nu. Je hebt crowdfunding opkomen. Je ziet mensen die de handen ineens slaan in bepaalde industrie, kredietunies. Het is allemaal nog niet zo groot, maar het gaat groeien. En je zult steeds meer die combinatie zien van een bank die samenwerkt met andere partijen om zaken te laten vliegen. Gestapelde financiering, combinaties zoeken. En dat vraagt wat van medewerkers van banken die hele wereld ook heel goed moeten kennen. Ik was gisteren op een bijeenkomst hier in Eindhoven, waar ze het hadden over de financieringstafels in de hubs, in de verschillende hubs in de Brainport. Van Agrifood tot hier Eindhoven en verder. En daar zie je dus banken uit de regio, de ontwikkelingsmaatschappijen, RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Brainport samenkomen om te kijken van... op het eerste is het iets wat misschien niet kan. Ja. Maar als we nou zo tegenaan kijken en die combinatie maken, kan dat dan wel. Ja. En dan vind je uiteindelijk de goede mix. Absoluut. Dankjewel. En we gaan zien hoe het in de toekomst verder loopt. Maar met de Koning Willem I-prijs zit het goed. Dankjewel. Die gaat door.